Goedemorgen jongens en meisjes, waar zijn jullie voor gekomen? Snorkelen! Ja. Wat leeft er op de bodem van de Hoornse Plas? Dat onderzochten de deelnemers van de zomerschool vandaag. Het weer was prachtig, dus de omstandigheden om lekker een dagje te snorkelen en te zwemmen waren ideaal. Het is super cool en leuk, omdat je onder water bent. Ik vind zwemmen heel leuk. En alles wat je ziet is ook heel mooi. Allemaal diertjes, kleine diertjes en heel veel planten. Het is best wel moeilijk, want ja, als je dan steeds moet ademen en er water in komt, moet je heel hard blazen. Maar dan raak ik even uit controle. Leuk. Je ziet van allemaal planten onder water, maar wel een beetje koud. De zomerschool wil kinderen die niet op vakantie gaan, een week lang op een speelse manier kennis laten opdoen met allerlei activiteiten. Eigenlijk iedere dag zit het programma bomvol allerlei leuke activiteiten waarbij de kinderen ook nog wat leren. Dus door ervaringen op te doen leren kinderen, niet uit boekjes, geen sommetjes, maar gewoon door bezig te zijn. Dat de deelnemers uitgerekend tijdens de zomervakantie nog dingen moeten leren, vinden zij absoluut geen probleem. Ik vergelijk het altijd met schoolkamp. Het is een soort kamp met allemaal leuke dingen, alleen je slaapt thuis. Nu het vorig jaar ook geweest is, weten kinderen een beetje van, oh ja, dat is de zomerschool, dat is hartstikke gaaf en tof. Dus het voelt voor de kinderen niet als school. Wel leuk, want anders verveel je in de vakantie. Ik heb geen spijt van, want we doen veel leuke dingen. En we gaan niet... Rekenen, taal en al die dingen doen. Ik vind het heel leuk op de school. En als je thuis bent, dan ga je je misschien vervelen. En nu vermaak je en je leert nieuwe mensen kennen. De zomerschool duurt nog de hele week.